Het was een grote verrassing voor Sam. Ze stuurde een wens naar Radio 538 en wilde niks liever dan een huiskamerconcert van Voice of Holland winnares Maan. Maandagmiddag werd ze gebeld door Koen en Sander. En om 6 uur was het zover. Ik dacht, niet geschoten is altijd mis. Ik kan het altijd proberen. En toen werd ik vanochtend vanmiddag gebeld. En toen zei ze, dat gaat echt gebeuren. Dus dat ik echt... Ik was helemaal in shock gewoon. Ja, ik was echt heel erg enthousiast, heel erg blij. En ik dacht, nee, het gebeurt echt. Ik kon het eigenlijk niet echt geloven. De mensen hier die pushten me altijd van, je moet een keer zingen met Maan. Eigenlijk durfde ik dat eigenlijk nooit. Maar nu dacht ik, als ik het nu niet doe, dan krijg ik er misschien later spijt van. Dus laat ik het maar gewoon doen. En als jullie wensen hebben, dan moet je dat vooral insturen. Want zoals je ziet, worden ze echt in vervulling gebracht en je weet maar nooit.